Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Vandaag heel wisselend weer met opklaringen, zonneschijn, felle opklaringen zelfs, maar ook felle buien tussendoor. Met regen en die combineerden samen met de zon vaak tot prachtige regenbogen. In elk geval tot zeer mooie plaatjes. Het wisselvallige weer danken we aan lage drukgebieden in onze omgeving. En die lage drukgebieden zorgen in onze omgeving voor buien met regen. Maar in de Alpen valt sneeuw. Die sneeuwval die bereikt nog niet altijd de dalen, maar omdat de lucht geleidelijk aan kouder wordt, gaat die sneeuwgrens wel steeds verder omlaag. Ja, het betekent tegelijkertijd dat er dus behoorlijk wat wittigheid bij kan komen. Er zijn ook opklaringsgebieden tussendoor dat het even wat rustiger is in de loop van woensdag. En dan volgt van het westen uit opnieuw een storing met sneeuwval voor de Alpen en wisselvallige condities in Italië. Maar ook bij ons blijft dat lage drukgebied maar steeds van belang. En dat betekent ook bij ons gewoon wisselvallig weer. In eerste instantie nog met vrij hoge temperaturen, maar geleidelijk aan gaat ook in ons geval de temperatuur omlaag. Zover is het nog niet. Vanavond hebben we temperaturen zo tussen de 4 en 7 graden. Van tijd tot tijd een bui opklaringen. En vooral langs de kust staat een stevige wind. Het kan hard waaien met windkracht 7. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden en verder weinig verandering in het weerbeeld. En morgen wordt het 6 of 7 graden. Ook dan regelmatig de zon, maar ook regelmatig een bui. De buienkans lijkt wat minder groot in het oosten en noordoosten van het land, zeker in de ochtend. Maar dat keert dan in de middag als de buienkans in het zuidwesten juist wat afneemt en in het noordoosten weer een bui valt. Nou, dat wisselvallige weer wordt kouder en kouder met donderdag en vrijdag misschien zelfs wel wat winterse neerslag. In eerste instantie natte sneeuw, maar richting vrijdag en zaterdag zou er ook wel wat droog. Sneeuw bij kunnen zitten. Tegelijkertijd zien we de temperatuur verder dalen, want zaterdag is het overdag min 1 tot plus 4. Zelfs kans op een vorstdag, dus in het noordoosten van het land. Nou, die temperatuur blijft voorlopig eventjes aan de lage kant, zondag en maandag bijvoorbeeld, maar daarna lijkt het kwik langzaam de weg omhoog weer te vinden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl